Nijmegen moet gaan experimenteren met legale wietteelt. Dat wil Noël Vergunst van GroenLinks Nijmegen. In het regeerakkoord van kabinet Rutte 3 staat dat er een proef met legale wietteelt gehouden mag worden in Nederland. En volgens Vergunst is Nijmegen de stad bij uitstek om zo'n proef in te houden. Morgen krijgen we waarschijnlijk meer details te horen. Maar wat ik tot nu toe weet is dat het voorstel is om een proef te starten in een stuk of 10 gemeenten in Nederland. En dan zou er op één centrale locatie legaal wiet geteeld kunnen worden. En dat zou dan de aanvoer zijn voor alle coffeeshops in die gemeente die meedoen. Dus dat zou prima zijn voor Nijmegen om daar ook aan mee te doen. Want dan kunnen we ook voorkomen dat hier nog in woningen en bedrijfspannen op illegale wijze wiet gekweekt wordt. Je moet natuurlijk heel erg goed nadenken over de beveiliging. Hè? Dus de Nederlandse Bank heeft goudstaven. Die ook heel goed beveiligd worden en ook dat vervoer is goed beveiligd van geldtransporten. En dat zullen we natuurlijk nu ook moeten doen. In Nederland hebben we al een wietteler voor medicinale wiet in Veendam. Dat is ook al heel goed beveiligd, maar daar zul je natuurlijk ook heel goed over na moeten denken. In Nijmegen is er heel breed draagvlak voor regulering van wietteelt. De meeste partijen willen dat ook. En de burgemeester heeft inmiddels al gezegd dat hij daar aan mee wil werken, onder de voorwaarde dat de minister dat goed vindt. Nou, als het in het regeerakkoord komt, moet de minister dat natuurlijk wel goed gaan vinden. Anders heeft de minister een probleem. Dus dan kunnen we eindelijk aan de slag. Kijk, we zien natuurlijk in Nijmegen, maar dat geldt natuurlijk voor veel meer plekken in Nederland, dat er toch regelmatig wietkwekerijen opgerold worden. Die zijn gevaarlijk, hè, brandgevaarlijk. Mensen worden soms afgeperst. Er zijn ook afrekeningen binnen de criminele milieus. En daar moeten we eindelijk mee stoppen in Nederland. Wat de deal is, en zo heb ik het ook begrepen, is dat de coffeeshops dan wel verplicht worden om hier aan mee te doen. Dus dat ze alleen maar wiet mogen afnemen van deze legale kweker en niet meer van andere illegale kwekers. Dat is natuurlijk wel de deal. En op die manier kun je dus strijd aan met de criminelen. Het kabinet zou ook volgens de informatie die we nu hebben 100 miljoen euro extra ter beschikking stellen voor de bestrijding van de criminaliteit in een zogenaamd ondermijningsfonds. Dus op die manier doe je twee dingen. Aan de ene kant bied je een alternatief. Het kan op een legale manier. Je verplicht coffeeshops ook daaraan mee te werken. En aan de andere kant heb je extra capaciteit om de criminaliteit aan te pakken. Woensdag aanstaande dan ga ik aan de burgemeester vragen of hij Nijmegen wil aanmelden voor deze proef. Ik ga er ook vanuit dat er veel draagvlak is binnen de gemeenteraad van Nijmegen om dit te gaan doen. En dan hoop ik dat we zo snel mogelijk meer informatie krijgen. Zodat we ons kunnen voorbereiden op de wietteelt, ook hier in Nijmegen.